stel voor dat wij onze microfoon toch even afgeven aan ze, zodat ze ons wat kunnen laten horen in het Tanimbares. Oh, en ik zei bij het oefenen van het Tanimbares liedje. Jullie willen iets laten horen. Dus als het ietsje sneller kan zijn, dan gaan we de familie Laian, of de zusjes Laian, een mooi liedje laten zingen. Ik heb deze vraag. Ja, ons gevraagd om een heel klein stukje te zingen in de Tanimbarese taal. En dat doen we dan ook graag. En ik denk dat het mooi is dat we een klein stukje van een nummer doen dat heet Amar Loli Dini. Dat betekent, dat vertaalt, deze mooie dag. En ik denk dat wij alle heel blij mogen zijn dat wij hier zijn vandaag. 65 jaar gelukkig, mijn vader zei het hier ook al, wij zijn heel erg dankbaar dat wij hier zijn. En in dit nummer danken wij God, danken wij onze lieve Heer, dat wij hier zijn. En wij vragen eigenlijk zijn zegen voor de rest van deze dag of de rest van ons leven. Een heel klein stukje, heel kort. Mijn zusje die begint. Dat er vaste patronen zijn. Kun je er wat over vertellen, hoe dat ook in zijn werk gaat? Ja, eigenlijk maar ik zit altijd op bepaalde akkoorden en de rest gewoon improvisatie. Ik denk van mij. Ja, verstaan jullie jullie? Nee, gebruik toch maar die nog extra erbij. Ja, kun je het herhalen wat je zei? Je gebruikt vaste akkoorden? Er zijn altijd vaste akkoorden en de rest is gewoon improvisatie. Dus dat is een beetje. En hoe lang speel je al samen met je vader op die manier? Vanaf je zevende? Ja. Wauw. Dus is dat jullie manier van praten of hebben jullie ook wel eens een hele lange conversaties? We hebben alle twee. Soms een hele lange conversatie, soms een hele lange conversatie. Maar het meeste spreekt de muziek bij jullie, denk ik, hè? Ja. Mooi. Oh, je hebt geen mic natuurlijk. Ja, dat moeten we weer eventjes. De mic kan dat. Je vertelde net al over de muzikale carrière van jullie. En ik zie daar een cd liggen waar je graag over wil vertellen. Ja, even een promotie. Laat het even zien. Ja. Ja, nou daar krijg je de mic. Wel weer teruggeven, Irene. Dit is mijn cd. Oh, ik kan dadelijk daar met een merchandise staan. Ik ben een arme jongen. Dus hopelijk sponsoren jullie mij een beetje. Het kost maar 10 euro. En ja, ik ga dadelijk daar zo staan. Dus ja. Hartstikke goed. Ze weten van jullie tijd. Is dat een rap op of gitaar? Ja. Gitaar. Maar je zei, ik ben nu een rapper. Ik durf nou niet te vragen, maar. Kan je een klein stuk. Ja. Hé, dat doen we de volgende show dan. Dan bereik ik hem even goed voor. Dan mag je rappen. Allemaal CD. Ja, allemaal naar de CD.
Goed. Dus u bent op, toen jullie 7 was, bent u samen gaan spelen. Was dat, zeg maar, ging dat een beetje organisch? Of heeft hij toch stiekem een gitaar in zijn handen geduwd? Hoe is dat gegaan? Ik denk dat het gewoon bij de meeste families allemaal hetzelfde is gewoon. Oké, ik zelf kom met een half bloed. Mijn moeder is Nederlands, mijn vader komt van Oenadieu, de Brugge, zeg maar. En ik denk dat alle mensen hier in de zaal, alle kinderen, zeg maar, super getalenteerd zijn. En ik denk gewoon dat het aandacht is wat je geeft aan je kinderen. Vooral gewoon aandacht om ze van het kwade weg te houden. Veel in de natuur wandelen met je kinderen, veel praten met je kinderen. Dat gewoon een soort richtlijn kan worden voor... uit te bloeien, je talent uit te laten bloeien, vertrouwen in je kinderen hebben, dat is echt heel belangrijk gewoon. Ja, heel mooi. Steunen bij wat ze doen. Ja, zeker. Hartstikke mooi. Ja, het is ontzettend van heel veel Molukse jongeren, ouderen, spelen een instrument. Wie van jullie speelt een instrument? Mag ik even handen zien? Wie speelt iets daar? Oh, dat is de muzikale hoek. Daar. Valt een beetje tegen, maar wij gaan zo straks naar een kindermusical kijken. En, een kindermusical uit Woerden? Uit Woerden, ja. Ja. En het heet, de titel is... Vraag het oma Jo. Vraag het tante Jo. Vraag, dan zeg je van me, hey, wanneer gaan we eten? Vraag tante Jo. Denk ik hoor. Dat denk ik ook. Ik ben wel heel benieuwd. Jongens, dank dat jullie hier wilden zijn. Het is snel, we moeten weer door, want het is natuurlijk een heel vol programma. Maar ik wil toch alsnog een groot applaus. Familie Tuin toe, familie Laisha. Haar meegeven over jouw Molukse achtergrond. Ik wil haar voornamelijk meegeven dat alles is mogelijk. Wat zij in gedachten heeft, wat ze wil worden. Ongeacht of je een Molukse achtergrond hebt of een andere soort achtergrond, er hoort geen grens te zijn. En onze opa's en oma's die zijn niet voor niets hier gekomen. En laten we hier gewoon iets heel moois van maken. Ja, je ziet het dan nu ook aan de derde, vierde generatie, dat alles wordt internationaler. Dus ja, wat ik haar wil meegeven, en hoe mooi onze cultuur is. Ja, ze moet eigenlijk gewoon geloven dat ze alles kan en dan kan het ook. Dan staat niks in de weg. Ik geloof ook dat ze dat kan. Ja, dat geloof ik ook. Want ik heb haar gezien en het is echt zo'n schatje, jouw dochter. Zo eigenwijs, maar dat heeft ze niet van jou, hè? Nee, helemaal niet. Van de moeder is ze dat. Nou, ondertussen, zoals je bent, kan nog even wat zeggen over de schilderijen van Nikki Nahavaik. Hartstikke mooie kakatoes. Heeft ze gezien? Prachtig, kleurvol. Hij is ooit begonnen als graffiti-artiest. Illegaal. Dus die gaan spuiten op treinen en muren en zo. Maar uiteindelijk is hij steeds professioneler geworden, Nikki. En ja, dit zijn twee voorbeelden van wat hij nu maakt. Kleurvol, expressief en natuurlijk nu deze twee vogels speciaal voor vandaag. En volgens mij, weet jij zo uit je hoofd waar de foto's van Mahina zijn ze... Mahina? Volgens mij kon je daar ook nog eens gezien. Op de foto gaan. Oh ja, dat is ook wel goed om te melden. Op de foto bij Mahina. Ja, nou wij doen even zo, want het is eventjes heel. We zitten tegen het licht in te kijken, maar het gaat verder goed. Goed, we hebben straks nog één blokje interviews volgens mij. Of twee. Thank you.
kamp, Utrechtse Straatweg, met zijn twee barakkenkampen. Barak B, Beatrix en barak M, maar goed. Was zo geliefd. Er groeit allerlei specerijen. Nergens anders groeiden die. Paradijs op aarde. Mooie witte stranden. Pacifici. Wuivende palmbomen. Een zee met veel vis. Ja, kan. Onze eilanden met van die mooie namen. Onze eilanden zo mooi. Manjako Hojinke. Ja, veel kruid aangekomen. Daar stonden de Molukse eilanden bekend om zijn specerijen. Lang geleden voeren schepen uit Europa af en aan naar de Molukken om specerijen te halen. De beroemde kruidnagel. Schepen uit Holland, schepen uit Portugal. Ja, we hebben gelezen in het boek. In 1512 kwam de Portugese aan op Madeira. Je hadden gehoord dat er goud aan de kant was. Hun boten laden ze vol met dat goud, de Chinke. Zo keerden ze terug naar hun land en verkochten de kruidnagels voor veel geld. Ze bleven af- en aanvaren. Ze werden er rijk van. Ze besluiten te blijven. Makkelijk toch? Ze niet steeds in de weer te varen. Ze liet het Molukse volk voor ze werken. Sommige Portugese mannen werden smoor verliefd op de mooie Molukse vrouwen. Verliefd, verloofd, getrouwd. Maar ondertussen wordt Nederland ook van de kruidnagel. Niet lang daarna, in 1596, kwamen de Nederlanders aan in Madrid. Dat vonden de Portugezen niet veilig. Al snel verdreven de Nederlanders de Portugezen uit Molukken. Maar toen kwam de VOC. Wat is dat, VOC? Is dat een voetbalclub? Compagnie! Hebben jullie dat niet geleerd op school? In 1602 richtte Nederland de Verenigde Oost-Indische Compagnie op, een soort bedrijf. Ze wilden de baas spelen over de Molukken en de kruidnagel voor zichzelf houden. Ze kochten die op voor een prikking bij de Chinkenmolukken en verkochten die door in Europa en in Nederland voor veel meer geld. Nederland werd rijker en rijker. Ze liet het Molukse volk nog harder werken. Nog meer Chinken, nog meer geld, werken jullie? Het Molukse volk kwam in opstand. Oef, dacht Nederland, dit kunnen we niet hebben. We gaan een leger van soldaten vormen. Hè? Het Oost-Indisch leger? En het Molukse volk moest keihard werken. En ze kregen ook nog straf als ze dat niet deden. En ze mochten de kruidnagel aan niemand anders verkopen dan aan de Hollanders? Ja, Nederlanders.
En wat dan als zij de kruidnagel toch aan iemand anders verkoopt? Dan werden ze gestraft en werden hun kruidnagelbomen in brand gezet. VOC werd stopgezet. Zij heeft geen geld meer. Is failliet. Ze heeft de Molukse bevolking als slaaf gebruikt. Door steeds maar de baas te spelen. De Nederlandse staat bedacht een plan. Om de bevolking een goede behandeling te geven. Want ze willen toch eigenlijk de baas blijven in Molukken. Weet je wat, dachten ze? We bouwen scholen. Voor het Molukse volk. Kunnen ze leren. We geven de mannen werk als soldaat. Verdienen ze hun eigen geld. Mooi toch? Dan vergeten ze wel wat er gebeurd is. Dat heet Nederlands kolonialisme. In 1933 werd de naam Nederlands-Indisch leger veranderd in Koninklijk Nederlands-Indisch leger. Vele Molukse mannen gingen in dienst van het Koninklijk Nederlands-Indisch leger. Hier staat het. De Nederlandse legerleiding zag graag de Ambonese als soldaten. Zij hebben discipline, ze zijn trots en vechtlustig. Ze zijn zoals trouw aan de koningin van Nederland. Surabaya. Opa die was nog steeds soldaat bij het KNIL, Koninklijk Nederlands-Indisch leger. Op een dag moest hij van de Nederlandse legerleiding kiezen. Of overstappen naar het Indonesisch leger, of ontslag en terugkeren naar Ambon. Hoe zat het ook weer? Tess, help even. In 1940 was Nederland de baas over Nederlands-Indië. Zo heette Indonesië toen. Daarna kwamen de Japanners en verdreven de Nederlanders. Tot 1945 waren zij daar de baas. Het was een heftige tijd. Gelukkig gaven zij de macht weer terug aan de Indonesiërs. Ha, dag Nederland. Nu nemen wij de macht weer over. Zoals noten De meesten wilden niet meer. Ze hadden er genoeg van. Zij wilden zelfstandig zijn. Indonesië zijn groot met zijn duizenden eilanden. Een van de duizenden eilanden heette Molukken. De Molukken die wilden ook zelfstandig zijn. Die wilden niet bij Indonesië horen. De Molukse knielstaten in de Tangsa, Surabaya, Makassar en Samarang vonden dat de goed te weten. Laten we naar Ambon gaan. Ambon vrij van Indonesië. Ambon vrij van Indonesië. Minna. Maar de Indonesische regering die vond dat geen goed idee. Ter voldoening aan de waarachtige wil, eis en aandrang van de vergadering der Zuid-Molukken, proclameren wij hierbij de onafhankelijkheid, de facto en de jure van de Zuid-Molukken. Als een republiek, los van alle staatkundige betrekkingen met de Negara, Oost-Indonesië en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië. Op grond van het feit dat de Negara Indonesië Timor, Oost-Indonesië, niet in staat is op handhaving van zijn positie als deelstaat in overeenstemming met de regeling van de Denpasar-conferentie, die nog wettig van kracht en ook in de overeenstemming zijn met het besluit van de Zuid-Amerika. Terwijl voorts de regering van de Verenigde Staten van Indonesië heeft gehandeld, strijdig met besluiten der Rondetafelconferentie en haar eigen grondwet. Ondertekend op 15 april 1950. We wisten niet wat er op Ambon gebeurde. We zaten immers nog steeds op Java. We hoorden dat de Republiek Maluku Selatan werd uitgeroepen. We wilden terug naar Ambon, naar huis. Hoe lang? We moesten wachten. Opa en ik
kochten allerlei etenswaren om mee te nemen naar Ambon. Ineens kwam het bericht dat we niet terug mochten naar Ambon. Er was een opstand tegen het Indonesisch leger. Opa die zat nog bij het knieel. Die had graag teruggewild om mee te vechten tegen het Indonesisch leger. Maar Nederland vond dat geen goed idee. Ze had een ander idee. De Nederlandse regering besloot de groep knielsoldaten, waar opa Mingus ook bij zat, tijdelijk terug te brengen naar Nederland, totdat het op Ambon rustig was. Pas dan zouden ze terugkeren naar Ambon. Hoe heette die boot er ook alweer? Toe kinderen, help me! Het schip heette de Korte Inten. We kwamen al op 21 maart 1951 aan in Rotterdam. Een maand lang waren we op zee. Ontslagbrief militair Mingus Samasula. Nederlandse legerstrijdkrachten in Indonesië bij beschikking van de legerleiding in Indonesië. De datum 25 mei 1950. 222-57-1B-11. Verleend bij deze eervol ontslag uit de dienst bij het Koninklijk Nederlands Indonesisch leger. Wegens reorganisatie knieuw aan de Ambonese corporaal van het knieuw. Mingus Samasula, zoon van Octavius Samasula. Geboren te Ambon, Indonesië, 15-6-1929. Laatst gediend hebben onder stamboekleger nummer 28-19-15-007. Opa moest zijn ontslagbrief ondertekenen. Dat weigerde hij. Hij was boos. Al die jaren gevochten voor Nederland. En nu? Nu hebben ze hem ontslagen. Terwijl hij dat niet eens wilde. Vanaf dat moment ging het niet goed met opa. Ja, niet goed met opa Mingus. Opa en ik kregen toen van de kampbeheerder een kamer. Een slaapkamer en een woonkamer tegelijk. In het midden stond een kolenkachel. Ik hoefde niet te koken, want het eten kwam uit de gaarkeuken. Dat was in kampkazerne. Midden op het plein stond de vlaggenmast. Opa Mingus heeft elke ochtend de vlag, ter herdenking aan de RMS. De Republiek Maluku Selatan, waar de koningin verbood had. Eens een Molukker, altijd een Molukker. Opa voelt zich nog steeds soldaat. Ook al was hij ontslagen uit het leger. Hij had geen werk, dus ook geen geld. Hij kreeg alleen 3 gulden zakgeld per week. Huh? Zo weinig? Ik krijg 4 euro zakgeld per week. Dat is 6 gulden. Zo? Dat is veel? Het was zwaar. Dat moet jullie weten. Maar goed, het was maar voor 6 maanden. Hier in Holland. Na 6 maanden gaan we weer terug naar Ambon. Dat was beloofd. Opa zal zijn soldij, zijn salaris zal hij krijgen. Voor opa was eens een soldaat, altijd een soldaat. Hij kon immers in de kazerne, een militaire kazerne. Amai, Anna en Yvonne. Kom al voor de kinderen. Anna, je luistert iedereen. We loven elkaar, eendrachtig te zullen verheffen. Dit is de Molukku. Ons heilig oud Molukkenland. Bijna Moria! Wij gaan nu in de Masawaya zingen en verzoeken u om mee te zingen met de kinderen. Yuri Tashi,
houthuizen aan de Blauwe Zee en de visnet op de strand. Het oude maakt hout, de koffie is gepakt maar vergoed op zolder. De banden was koud en oud. U bent de woordse Molukker, oma. Ja, Nonna, maar ik ben en blijf een Ambonees. Ik ga niet meer terug. Ik heb jullie allemaal hier. Opa ligt hier begraven. Het is goed zo. Wij wonen in Woerden. Dit is jullie land, maar daar is ook jullie thuis. Ik ben trots op jullie. Heel erg goed gedaan. Als het goed is, hebben jullie ook een eigen bordspel. Kan je daar iets over vertellen? Ja, het is een dobbelspel met allemaal kaarten en weetjes. En wat voor weetjes? Over de kazerne. Over de kazerne. En als het goed is, dan kan je dat bordspel ook ergens hier, kan je die kopen? Ja. Weet jij misschien waar? Nee. Oké. Okay. Oh, wacht. Esther Claire weet het wel. Dankjewel, hè. Ik weet het gelukkig wel. Bij de stand van het Molux Museum kun je het bordspel kopen. Wat te maken heeft met de Kids Musical in Woerden. En daar staan allemaal vragen in over de geschiedenis, specifiek toegespitst op de Molukkers in Woerden. Heb je geluid? En er zijn een aantal prijswinnaars. Ja, daar dat gaan we ook even iets over zeggen. Ja. Om 6:00 worden de prijswinnaars bekend. Ik heb begrepen van een loterij van de Molukse Vrouwenraad, hier rechts tegenover. Kunnen jullie even zwaaien, Molukse Vrouwenraad? Ah, daar zijn ze, bij de derde paal. Maar ja. Er zijn dus al 5 winnaars ja. En zij moeten nog hun prijs ophalen. Ja, dus naar de Vrouwenraad de prijs ophalen. Ze staan nu te zwaaien, daar waar de kant waar ik nu naartoe wijs staan ze te zwaaien. En de prijzen kunnen opgehaald worden. Toch, dames? Juist. Oké, dat waren de huishoudelijke mededelingen. Dan gaan we nu naar kunst en cultuur. En ik zal ze maar meteen roepen. Alicia de Lima, Stacy Samedien en Rob Manga. Komt u maar. En u mag voor ze klappen, hoor. Oh. Ga zitten. Was leuk. Zo, eens even kijken. Alicia, wat jij nu allemaal hebt meegemaakt is wel heel bijzonder, hè? Ik heb al een klein beetje verklapt aan de mensen hier. Jij stuurt gewoon eens een berichtje via Instagram. Een stukje wat je geproduceerd had, een stukje muziek? Ja, dat was een linkje naar een stukje dat ik geproduceerd heb. Ja, met een kort berichtje in het Engels van hey, als je hierna zou willen luisteren, vind je het weggeven. Zou ik cool vinden. Dat kwam meteen terecht bij een van de grootste producers van Amerika. Toch? Ja, Timbaland. Timbaland. Ja, niet van de schoenen hoor, maar van de hip-hop dus. Timbaland. En die zei van Alicia de Lima, kom maar naar Amerika. Ja, daar komt het wel op uit. En toen ben jij natuurlijk met je hele familie gegaan. Nee. Ik ben gewoon helemaal alleen gegaan. Helemaal alleen? Ja. Hoe vond even terug hoor. Jij stuurt dus even voor de eerste generatie, social media, Instagram. Esther Claire, leg eens uit, wat is dat? Op Instagram heb je een groep vrienden, je zet er plaatjes op, maar dus ook muziek blijkbaar, kan ook. En dan kunnen mensen dat liken, ze kunnen het leuk vinden, ze kunnen het een hartje geven. En dat gaat de hele wereld over. Maar wacht even, oké, dus kijk. Vroeger, toen ik nog iets jonger was, Timbaland is niet zomaar een producer. Ik zeg Missy Elliott. Dus ik vraag me vooral af, dan doe je dat op Instagram en dan reageert Timbaland. Kan jij nog dat moment voor je halen dat jij dus een reply of een private message, hoe was dat? Ja, ik was gewoon daar. Ik kon dat mij echt niet beseffen van hij reageert. Maar het ging tegelijkertijd omhoog van hebben mensen dit eerder gedaan of moet ik dit allemaal opnemen? Ja, gewoon dat terugsturen en kijken wat daaruit komt.
dacht jij niet eerst dat het fake was? Want iedereen kan wel zeggen dat hij Timbaland is. Nee. Nee, want is dat ik een berichtje naar zijn crew stuurde. Het is, hij heeft een female engineer waar ik heel erg naar opkijk. En ik dacht van ja, het vak wat ik doe, muziek maken als een elektronisch beat produceren, niet veel vrouwen doen. Het is geen vrouwvriendelijke wereld. En ja, daarom stuurde ik juist een berichtje naar hun toe. En ja, zo goed is dat ja, daar terecht gekomen. Ja, ja. Rob, in jouw tijd was dat wel anders. Ik mag wel zeggen dat jij uit de vinyltijd komt. Vinylplaten. Ja, ik ben in de jaren 60 kindje. En nee, zoals ik nu dat bestond niet. En platen, daar werd met de Rota, Sony Rock Music opgegroeid. Onderweg hier naartoe. Zat ik aan te denken van wie voor mij belangrijk waren. En uit de Blue to See heb ik echt heel veel respect voor Masada en Simon Kahamata. Dat ze op eigen kracht ja, de Blue op de kaart hebben gezet in positieve zin. Jij bent begonnen als DJ bij Facebook. Drukker eigenlijk. Ik had een auto, ik had een huis gekocht. Maar de muziek heeft me nooit losgelaten. En ik ben in 2000 heb besloten om ermee te stoppen. En risico's durven te nemen. En daar ben ik voor gegaan. En die ben ik fulltime DJ. Nog steeds, hè? Ja. Muziek is je leven. Ja, het zit in ons allen. Alleen, we moeten durven risico's te nemen. En dat krijg je niet altijd van huis uit mee. Zeker niet in de eerste generatie. Dan word je echt gedrild om naar de LTS te gaan. Om succes te halen in de toekomst. En dat was vooral belangrijk. Ik denk dat voor veel... Als eerbetoon. Nou ja, kijk, als kind van de eerste generatie had je moet je ten eerste al luisteren naar wat je ouders willen. Ja, zie je dan voor je dat ik zeg, ja, ik word DJ, maar dat gaat echt niet gebeuren. Dat zou nooit gebeuren. Dus, maar ja, we leven nu in een andere tijd. We leven in een prachtige tijd. En we hebben de vrijheid en voorbeelden om... Alicia. Dat is gewoon een geweldig voorbeeld. Dat je via Instagram kan laten zien wat je kan. En als iemand dat oppikt, ja, daar zouden we ook wel heel veel gebruik van moeten maken. Dus ja. De toekomst heeft ook veel te bieden voor ons. Ja. Stacy, Rob zegt net van ja, als je tegen de eerste generatie zegt, of de tweede misschien je ouders, ik ga DJ worden, dan zijn ze daar niet echt op zich heel blij mee. Maar jij hebt op een gegeven moment gezegd, ik ga tussen de gangs in Amerika leven en die ga ik foto's van maken. Lijkt me ook niet echt iets wat je ouders bedenken. Ja, ik maak dus over heel de wereld documenteer ik eigenlijk echt. Mijn ouders vinden het echt maar erg omdat ze gewoon trots zijn dat ik iets doe. Dat ik iets kan geven aan de massa. Daar zijn ze het meest trots op. Dus ze vinden het helemaal niet erg. Ik ga even kijken, kijk even achterop. Ik zie daar een straattafereel. Is dat van jou? Ja, dat is Los Angeles. We hebben de Crips, dat is MS-13 gedaan. En dit is eigenlijk een inhoudsopgave van het leven in Amerika. Een mix van culturen, maar ook een soort lifestyle die ze hebben. Delano, als jij nou eens aan de eerste generatie uit kan leggen wat de Crips en de Bloods zijn. Dat, zover ik weet, zijn dat straatgangs in LA. Blauw en rood zijn de kleuren. Maar word je dan gelijk in zo'n community opgenomen? Vinden ze het niet raar dat daar een Molukse jongen rondloopt met een camera? Het belangrijkste is zeg maar, dus, een mens is. Dus als een mens jou groet, dan groet je terug als mens. Je bent dan geen Molukke, je bent dan geen creep, je bent geen blad, je bent een mens. Dat is het belangrijkste. Dus dan krijg je alle acceptatie en eerlijkheid. Maar vraag je dan aan iemand om een foto te maken? Of is het zo dat jij een koning bent om op plekjes te gaan staan, dat je mensen op je lens kan vastleggen? Hoe ga je te werk? Eigenlijk zit ik niet met die mensen, leef zoals vroeger. Dus ik ga eigenlijk, word ik een soort van infiltreren. Dan word ik eigenlijk een van hun. Maar ik maak wel een grensonderscheid tussen documentaire maken en het onderwerp. Jij kan alles vanuit de studio in Breda doen. Maar vroeger, denk ik, als je met een andere muzikant moest gaan samenwerken, dan moest je gaan vliegen naar Amerika. Maar jij kan in jouw studio, kan je uitleggen wat je dan doet, hoe je het dan opstuurt en... Als je dan bijvoorbeeld voor een programma CSI in één keer jouw tune voorbij hoort komen, hoe dat is?
Nou, allereerst krijg ik via de label opdrachten toegestuurd. Het kunnen verschillende opdrachten zijn voor muziek, voor artiesten, tv-programma's, voor PlayStation, videogames. Ik krijg er bepaalde richtlijnen bij. En bijvoorbeeld voor BBM, wat voor genre, in welke stijl. En dan stuur ik hetgeen wat ik gemaakt heb. En als het uitgekozen wordt, dan wordt het uitgezonden waarbij ik tv-programma of weer voor artiest. En het is wel raar om, om dat terug te zien. Dat zie je hetgeen wat je hebt gemaakt onder de tv. Het is voor mij wel raar, want ik zit gewoon boven in mijn kamer in Breda, gewoon in de Molukse wijk. En ik heb daar dan een klein studiootje. En dan zie je dat op e-entertainment, dat gaat gewoon wereldwijd. Dus, Hoe leg je aan je ouders aan ooms en tantes, hoe leg je uit wat je doet en dat je dus vanuit de Molukse wijk in Breda, je studio, internationaal film, series, muziek maakt? Ik heb het nooit echt uitgelegd eigenlijk. Het is meer van, ik ben naar Amerika gegaan en ze lezen het wel in de media. En dan hebben ze er iets van, oké. Ze hebben nooit echt duidelijk uitgelegd van, hey, dit is wat ik doe. En, want, hoe het eigenlijk begon is dat ik pianolessen ben gaan nemen toen ik als klein meisje heb vooropleiding op het conservatorium gedaan. Daarna heb ik hier gestudeerd op het conservatorium in Rotterdam. En mijn ouders zitten beide in de muziek en die spelen dan in bandjes. Maar dat zijn echt van die typische Molukse coverbandjes, weet je wel. Je 10 keer Amy Winehouse, Marvin Gaye, Stevie Wonder, whatever. En mijn vader die wilde juist dat ik ook als toetsenist echt gewoon ook in bandjes live ging spelen. Maar ik had zoiets van, ik wil juist nieuwe dingen maken, nieuwe dingen opzoeken, produceren. Dat werd niet echt altijd begrepen. Dus ook toen ik naar Amerika ging, was het zo van, grote vraagtekens bij, stop met school. Wat papiertjes is nog belangrijk, wat gaat hieruit komen. Dus, Alicia, we zien op de achtergrond nu de damesband Mystiek, All Ladies. Dus eigenlijk is het cirkeltje voor jou niet helemaal rond, maar je bent toch gaan doen wat jouw vader graag wilde, namelijk covers van krachtige vrouwen spelen en zingen. Daar komt Mike. Dat klopt. Dat was toevallig weer op mijn pad gekomen. Ik werd gevraagd op een all-female band. En dat vond ik wel tof. Want band bestaan alleen maar uit vrouwen. En een mix van grotendeels van covers en gedeeltelijk eigen werk spelen. Dus. Ja, leuk. Ik ga nog even naar Stacy. Stacy, Rotterdam is jouw leven, zei je tegen mij. Rotterdam is mijn stad. Leg eens uit. Ik ben geboren in Vertoeven. Ik vecht niet voor mijn stad. Ja, ik draai mijn stad. Dus Rotterdam betekent heel veel voor me. Hier is alles begonnen. Jij lijkt misschien op het eerste gezicht een straatjongen, maar je hebt gewoon gestudeerd, hè? Waar heb je gestudeerd? Willem de Koning Academie. Ik kijk even naar mijn vader. Zie je hem daar? De man met de fotograaf. De Willem de Koning Academie heeft deze jongen gestudeerd. En dat heeft mijn vader hoeveel jaar geleden, pa? Nou, 40 jaar geleden ook gedaan in Rotterdam. Ja. Dus hij is ook fotograaf geworden, jij ook? Ja. Het is wel een eenzaam beroep. Je moet een beetje een Einzelgänger zijn om fotograaf te zijn, hè? Ik heb nu 3470 mensen geportretteerd, dus ik ben nooit alleen. In mijn huis hangen 150 foto's rondom. Ik ben nooit alleen. Je bent nooit alleen, maar het maakproces doe je wel alleen. Mooi om te vermelden is dat jij het liefst ouderwets werkt in de doka, rolletjes, nog ouderwetse foto's afdrukken. Ja. Zie je niet zo vaak meer, hè? Ja, pure handig. Ja. Waarom kies je daarvoor? Het is gewoon de trots, het is het respect en de oprechtheid die je geeft aan je eigen vak. Dus het is niet zomaar of klikken, het is meer dan dat. Een documentaire, het verhaal, ik moet compleet zijn en daar word ik handig van. Dat is. Nog even naar Rob. Maar hoe zie jij zeg maar nu al dat jonge talent? Want er zijn heel veel talenten die of draaien of produceren. En dan heb je toch wel ergens ook wel een rol in gespeeld, denk ik. Wat ik heb geleerd de afgelopen 32 jaar als DJ. Ik zie het als een plicht om het sowieso te delen. En
doorgeven. Zoals cultuur en muziek, ja, dat gaat hand in hand. Dus ja, het draaien van in een club. Ja, zij heeft natuurlijk heel veel inspiratie opgedaan van de ouders, van de muziek waar ik mee. Ik bedoel, ik draai zo oud als nieuwe muziek. En, ja, het is maar net wat de jongeren oppikken. Wij krijgen het afrondgebaar heel subtiel voor ons. Dat betekent dat we gaan afronden, maar dat doen we niet zonder dat we jullie alle drie ontzettend hebben bedankt met een groot applaus. Dank jullie wel. Ja, ja, wat een verhalen, hè? Jongen, jongen. Ja, maar zeg maar nog even terug naar het verhaal van Alicia. Timbaland reageerde. En zeg maar, jij kan het gewoon niet. Ik probeer het mij voor te stellen dat zeg maar, er lopen dagelijks zoveel mensen in de Molukse wijk in Breda. Maar dat dan ergens, daar in de Molukse wijk, in een studiootje, wordt iets gemaakt wat in Amerika of de rest van de wereld goed wordt bekeken of wordt gehoord. Ja, en wat als achtergrondmuziekje wordt gebruikt bij de serie The Kardashians, bij Oprah Winfrey Network, bij CSI, je zei het al. En daar zit gewoon een heel lief, ambitieus, Molukse meisje achter. Die zichzelf helemaal niet als role model ziet. Maar het mooie is ook wel wat Rob Manga zegt. Je moet toch wel altijd doorgeven. Ja. Dus stel je voor dat we hebben nu zulk talent. En als zij ook weer doorgeven aan, zoals de kinderen van de Kids Musical. Ja, dan krijgen we toch alleen maar nog meer talent. Ja, dat kan niet anders. En ik denk dat ook gebeurt. We zijn hier natuurlijk om de eerste generatie te eren, maar we kijken ook naar wat er nu is en wat de toekomst is. En het gaat gewoon door. Die talenten die vermenigvuldigen zich alleen maar. En er komen er alleen maar meer bij. Zeker. En we gaan zo meteen, als alles is opgezet, weer naar een muzikaal intermezzo. Ja, een theaterstuk. Oh nee, gaan we naar een theaterstuk. Ja. Sampai Berjumpa Lai. Zeg ik dat goed? Ik moet even een beetje meespreken hoor. Dat gaan we doen. Oh, like. Ja, ik kan mijn eigen handschrift niet lezen, dat is ook zo erg. Een theaterstuk weer, dan moet natuurlijk weer het een en ander voor omgebouwd worden. En dan kijken we af en toe dus even naar achteren of de mensen al klaarstaan. Dat zijn ze nog niet. Ik kan wel even vragen of het publiek genoeg te drinken heeft en te eten. En of iedereen het een beetje naar zijn zin heeft. Hebben jullie het een beetje naar je zin? Ja, ik hoor niks hoor. Hebben jullie het een beetje naar je zin? Oh, hè, daar was het. Nou, gelukkig maar. We hebben hierna nog één blokje waar we mensen uit het maatschappelijk middenveld gaan interviewen. We kunnen het misschien ook wat maatschappelijke voerhoeden noemen. Ja, precies. De kartrekkers misschien ook wel. En daarna wordt het stoelen aan de kant en dansen volgens mij. Ja, ja. Dus we zijn erbij. We zijn er bijna. Dus hou nog even vol. Kijk eens even, er wordt hier... teksten worden neergezet en vragen wat u bent. Wat doet u? Ik ga zo meteen een spannend verhaal vertellen. Moeten we ons zorgen maken? Helemaal niet. Een spannend verhaal. En uw naam is? René Akihari. René Akihari met een spannend verhaal. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Nog een en ander aangesloten. Natuurlijk de gitaar erbij. Is het inmiddels al 6 uur? Moeten wij nog een keer melden dat de prijswinnaars de prijs kunnen ophalen? Het is al 6 uur. In de stad Samara komt het verkeer langzaam op gang. Het is daar in elk geval niet zo druk als hier. Maar daar waar de grote boten voor anker liggen, bij de haven, is het een drukte van je welste. Honderden mensen staan daar, want ze gaan hun familie uitzwaaien. Vandaag vertrekt de Kota Inten naar Nederland. En aan boord, op het dek, staat Esther. Ze kijkt tussen de reling naar beneden. En ze ziet dat de fanfare klaar staat om het Wilhelmus te spelen. Ik ga bedenken, hè. De soldaten salueren. Iedereen staat klaar. Maar in het hoofd van Esther speelt een hele andere melodie.
Verschrikt kijkt Esther op. Minna! Moeder! Minna! Moeder! De Kota Inten zet koers naar Nederland. Oh, yeah.
maart 1951 komt de Cota Inten in Rotterdam aan. De eerste lentedag. Wat staat er voor een wind, een gure zuidwester? De Ammonezen zagen voor het eerst witte, natte sneeuw uit de hemel komen. En de ontvangst de volgende dag was net als het weer, koud en onvoorspelbaar. Daar staat een generaal Buur, man van vrede. Hij spreekt onze mensen, ik citeer. De zorg die de Nederlandse regering aan u wijdt, vraagt van uw kant een beetje medewerking. Ik hoop dat uw verblijf hier een goede herinnering zal blijven. Oh ja, en nog een kleinigheidje, een bijkomstigheid. U bent allen ontslagen. Dat houdt in dat u geen functie meer in het leger mag bekleden. En u krijgt geen soldij meer. En het is verboden uw kniluniform verder te dragen. In bussen worden de Ambonezen naar kamp Amersfoort gereden. Daar vindt een medische keuring plaats. Ook Esther staat daar. Zegt de dokter tegen haar: u bent gezond. U hebt geen TBC. Niet naar het sanatorium. We hebben voor u een leuk plekje in Muidenberg en daar staat de kampoer. En daar wordt Itja geboren. Itja genoemd naar zijn opa Isaac. Het gezin verhuist korte tijd later naar Ederveen, een klein dorp in de gemeente Ederveen. Daar komen ze wonen in een ogenschijnlijk prachtig kasteel. Kasteel de Bruinhorst. In dat kasteel en twee barakken erachter komen 16 gezinnen te wonen. En één Nederlands gezin, ja, de beheerder is Nederland, de meneer van Aalten. Heeft het trouwens niet van volgehouden. Hier groeit Itja op. En op een dag zegt zijn vader tegen hem: Itja, toch maar even doen zien. Jij gaat over 2 weken op vakantie. Oh, zeg je dat dan de Joden? Nee. Oh, dan gaat zijn nog wat op. Nee. Jij gaat naar Scheveningen. Scheveningen? Ik denk toch geen familie hoor in Scheveningen. Klopt. Jij gaat naar een Nederlands gastgezin. Klopt. Wat moet ik daar, pa? De stichting Door de Eeuwen Trouw sympathiseerde met de RMS'ers. En zo zorgde ze voor geld om wapens te kopen voor onze president Chris Smokken, die op Zeeland zat. Maar wat ze ook deden, ze zagen de verpaupering van ons volk. Ze zagen dat die arme sloebers kindertjes geen vakantie konden houden. Er was geen geld. Trouwens, het woord vakantie kwam niet voor in ons woordboek. Kortom, Itja gaat naar Scheveningen. En is Itja blij? Hij zit nu aan het strand, luister maar. Angstig en alleen, een beetje triest van binnen.
Wat ik alleen even wil vertellen is het volgende. Ija is zijn leven lang op zoek naar zijn identiteit. Hij komt in een identiteitscrisis. En ik vraag u, 24 april spelen in Bovensmilde. Kom allemaal kijken. 1 oktober spelen in Ede in Cultura in het Schouwburg. Dan heb je kans om dit hele mooie stuk te beluisteren. Muzikaal ondersteuning is mijn broer Richard Akia. En links van mij staat mijn liefvallige dochter Eleonora, moeder van 3 kinderen. En natuurlijk bedanken René, Pieter, Adjani. Dank u wel.